Hallo lieve Ram, welkom bij jouw april reading. En het wordt een totale intuïtieve reading voor je. Met een 9 kaart spread. En ik heb allemaal mooie kaarten voor je. En ik weet nog niet precies welke ik allemaal. Ik ga hier wel de 9 spread mee leggen. The Witch's Tarot. Heel leuk boek. Het is in het Engels. Ik heb de tarot van het goede. Ik heb van Doreen Virtue Maria, koningin van de Engelen orakelkaarten. Ik heb Power Animal Spirit Guides for Spiritual Life. En dit is Denise Lin, dat is mijn nieuwe deck. The Sacred Forest Oracle vind ik ontzettend leuk en mooi deck. Wat gaan we voor jou naar boven toveren? Wat is er aan de hand? Wat is er in het collectief aanwezig? Dat alle lieve rammetjes mogen weten. En dat mag ook je ascendant zijn. Of dat je je maan in je ram hebt. En bij astro.com kan je dan je geboortedatum invullen. En je geboortetijd en je geboorteplaats. En dan zie je precies waarin je alles hebt staan. Dus als je sterrenbeeld ram is. Als je ascendant ram is. Of dat je maan ram is. Kan je deze reading kijken. En misschien ben je wel een crosswatcher. En kijk je het voor je lover, of kijk je het voor je kind. Kan natuurlijk op allerlei manieren. Kan je aan mijn deurtje kloppen. Deze moet zo. Oké. Ik ga even een kort momentje nemen. Ik roep altijd de engel Gabriel aan de laatste tijd. Als ik iets heb wat met communicatie te maken heeft. God is my strength. Gabriel is the archangel of communication and is known as the messenger angel. Hele fijne, zachte energie waar ik dan mijn boodschappen van krijg. Mooie amethyst erbij. Oké. The center of the reading, the Six of Pentacles. Nou, dit is het allerbelangrijkste voor de hele maand voor jou. Kan ik hem even goed laten zien? Ja. Jij bent degene, Pentacles is rijkdom, aardse rijkdom, letterlijk geld. Maar het kan ook je creativiteit zijn, je aanwezigheid, alles wat de rijkdom is, wat met geld en met niet met geld te maken heeft. Rijkdom kan ook een maaltijd met z'n allen nuttiger zijn. En bij jou is het dus heel duidelijk, lieve Ram, dat je de rijkdom, jouw rijkdom, verdeelt of deelt met andere mensen. Heel erg fijne, harmonieuze kaart. Ik doe even mijn mooie ring af. Het is de 6. We zitten ook in een 6 jaar. 6 is het getal van Venus. Venus gaat ook over geld, maar dit is harmonie. Dus de maand april is harmonie. Wat heb ik hier voor je? Je gaat een nieuw pad bewandelen. Een hele nieuwe cyclus. Een hele nieuwe fase. Je gaat eigenlijk het oude achter je laten. Je wil opnieuw beginnen. Heel mooi, prachtig avontuur. En je weet niet waar het naartoe gaat. Je loopt ook heel dicht bij de afgrond. Daar bloeien de mooiste bloemen altijd, zeggen ze. En je bent gewoon vrij. Je hebt gewoon het volste vertrouwen in het pad wat je gaat nemen. Wauw! Er is dus iemand die je ook liefde wil aanbieden. Prachtig. Het voelt ook heel erg als die 6 voor mij. Het is harmonie. En samen zijn jullie heel. Samen zijn jullie compleet. Het is echt een union. Het kan een union zijn met een businesspartner. Met een familielid. Maar mijn gevoel zegt nu ook. Dit kan heel goed een nieuwe liefde zijn. Het voelt heel erg zacht, heel erg in gelijkwaardigheid. Dus niet we stormen naar binnen en we trekken de kleren van je lijf. Nee, wie ben jij? En
hoe voel jij en wat kunnen we elkaar geven? Prachtig. De Nine of Pentacles vind ik ook zo'n prachtige kaart. Oké. Okay. Zie je dat? Ze heeft een, ik weet niet, ze heeft een hele grote valk hier zitten. Nine of Pentacles. Ook op het aardse vlak krijg je al die rijkdom naar je toe. Echt een prachtige kaart. Ze heeft geen haast. Ze is helemaal in de flow. Ze is ook helemaal in de vrouwelijkheid. En het lijkt wel of die Nine of Pentacles bloemen zijn die nu helemaal openkomen. Het kan best zijn dat je de afgelopen tijd het helemaal niet zo gevoeld hebt. Dat er rijkdom voor je was en dat er liefde voor je was. Maar je gaat nu een heel nieuw pad op. En mijn gevoel zegt, oké, het is het pad wat bij jou past. En het is bijzonder, want het is ook een beetje gek schizofreen. Want ik leg dit natuurlijk ook voor mezelf als rammetje zijnde. De Queen of Swords. Nou, dat is de kaart die de rammen heel goed kennen. Ze heeft hier een mooie hulpangel erbij. Lavendel. Ook voor de innerlijke rust. En ze heeft haar hand zo, dat ze van het goddelijke ook de wijsheid en de kracht ontvangt. Een mooie vogel beide. Dus ze is ook heel erg. Ze is heel erg in de power, maar ook heel erg in de rust. Ik ga hem zo meteen allemaal crisscross lezen, maar ik wil eerst gewoon de kaarten mooi langs gaan voor je. Heel erg mooi in de rust. En dat wil ik zeggen qua, ik wil 3 readings geven. Maak ik een filmpje voor je. En ik geloof dat ik de readings nu op mijn site heb staan. Ik geloof voor €250, maar dan kom je naar me toe. Maar ik maak een reading voor je en dan ook een astrologie reading. En dan wil ik dat een aanbieding doen voor €150. Maar ik heb maar 3 plekjes voor de maand april. En ik ben 17 april jarig en dan ben ik ook terug van vakantie. Dus dan krijg je het eind april. Zo wil ik het doen. Wow! jongens, wat is het mooi. De sun. Je innerlijke kind. Totaal in balans zijn. Het ontroert me helemaal. Helemaal vrij en gelukkig. Helemaal ja, weer connected. Echt weer de wind en de zon in je haren. Eén met wat er is. En vooral één met je eigen natuur. Met je kinderlijke natuur. En je hoeft niets te sturen. Je bent één. En je pad is duidelijk. Wauw jongens, wat mooi. Hier ben ik wel heel erg blij mee. Zo op de maandagochtend. Wat hebben we hier? The Knight of Wands. Nou, vuurelement is ook ons element. The Knight of Wands is heel erg resourceful, hij is creatief, hij gelooft in het leven, gelooft in zichzelf, heeft het geluk en de power aan zijn kont hangen. Hij kan de dingen neerzetten. Je kan wel mooie plannen hebben, maar daar moet er ook actie aan onder, ja, aan ten grondslag liggen. En er moet een schema, want je moet ja, het in de wereld neerzetten. Heel erg mooi. De Page of Swords. De Page of Swords is eigenlijk als je te veel in je hoofd zit. Je bent eigenlijk een schaduwgevecht aan het houden. Je weet ook niet zo goed tegen wie, maar het is een bepaalde onrust. Je, bijvoorbeeld, je hebt een vrije dag en dat je niets hoeft te doen. En dat je dan toch steeds het gevoel hebt, ja, maar ik moet wat doen. En je doet niks. Weet je zo, het is een illusie, deze energie. En het beste wat je kan doen als je dat voelt, als je onrustig bent, is dat je je focus weer even gaat verleggen. Dus lekker in bad zitten, of een wandelingetje maken, of een mooie maaltijd bereiden. Even af van het mentale.
Dit is een loopje, zo'n grammofoonplaat die maar blijft draaien met hetzelfde piekergedrag. That. En dat is de transformatie. Het is geen enge kaart, sommige mensen vinden het een enge kaart, maar hij transformeert. Wauw, wat mooi zeg. Ik zie hem natuurlijk al. Ik ga hem hier verder duiden. Ik ga hem zo lezen. Oké, de Fool. Je nieuwe pad. Je energie en je geld verdelen. Dat leidt tot een hele grote transformatie. Ga ik hem zo lezen. Je nieuwe pad leidt tot liefde. En het leidt ook tot overvloed. Ook op materieel vlak. Op huiselijk vlak. Het ene brengt het andere voort. Deze queen, die goed kan werken, goed structuur aanbrengen, zorgt dat het geld verdeeld kan worden, of de energie. En dat maakt gelukkig en vrij. De ridder gaat ergens op af, volg hoe het moet. Er komen twijfels. Maar het brengt ook de transformatie. Want verwarring en twijfels, de chaos, daaruit kan iets nieuws uit ontstaan. Mooi hè? Ik ga een engelenkaart voor je trekken. Rust. Ik zoek vredige stilte op en ik luister. Mooi jongens. Mooi. Kan je hem goed zien? Rust. Even kijken. Even tussen de planten. De rust. Rust mag tussen de planten. Dan van mijn nieuwe The Sacred Forest Oracle. Mapsel advies. Mag ik voor deze maand april van mijn lieve jarige rammetjes hebben. Renewal. Nou, dat past heel erg goed bij deze legging. Met de kikker. Je kust iets wakker wat fantastisch blijkt te zijn. En mijn gevoel zegt dat je iets wakker kust in jezelf. En de liefde kust ook iets wakker in jezelf. Even kijken, 20. Ik lees de magic voor. The spirit of the frog says be willing to release any preconceived notions of our life should unfold. This is a time to be adaptable. Be willing to change. Abundance and good fortune will follow. Nou, good fortune is deze reading hoor. Dat kun je van mij wel aannemen. Het is echt een prachtige, harmonieuze reading. Echt heel mooi. The Dove. Will bring you peace. Wow. Jongens, jongens, jongens. Het kan niet op. Het is geweldig. Wat wil ik nog? Een kaart? Of ja, ik wilde een bachbloesem. Dat vind ik leuk om erbij te trekken. Dat vind ik mooi. Ik heb die andere twee tarot decks als clarifier erbij gepakt. Om dingen te verduidelijken. Maar ik vind het zo duidelijk. Ik hoef niks te verduidelijken. Oké, welke bachbloesem mag ik aan mijn lieve rammetjes geven? Rockwater. From rigidity, dus inflexibiliteit, to softness. Let go and let it flow. Nou, bachbloesempjes zijn homeopathische bloemenremedies van dokter Bach. En de bloemetjes worden allemaal gedroogd in water. En die worden heel erg verdund. Want dat heb je met die homeopathische middelen. Dan werken ze het best. En je kan dit gewoon, als je je erin herkent, koop je online. Doe je bachbloesem.nl of kijk maar gewoon. En Rockwater als je dat wil. En dan zal ik het eens laten zien. Dan krijg je zo'n flesje. En dan doe je een glas water en een paar druppeltjes erin. Dit is dan Water Violet. Dat breekt grenzen.
Maar voor ons lieve rammetjes heb ik dan de rockworder. Nou, lieve schatten. Laat me natuurlijk weer weten wat jullie ervan vinden. Of je je erin herkent. Of het helemaal duidelijk is. En nou, als je een van de mensen wil zijn die een mooie reading wil. Op wat voor vlak in je leven dan ook. Dan ben je heel erg welkom. Ik zal de linkjes onder de reading zetten. Dan kun je onder het filmpje staat meer tonen. Dan klik je daarop en dan krijg je al die, klapt het uit en dan kun je de rest ook lezen. Ik stuur jullie al mijn liefde. Ik stuur je mijn heling. En gefeliciteerd met deze prachtige reading voor april. Dag lieve rammen.